Nou, we staan bij de Breitenbach-plataan aan de Westersingel in Rotterdam. Dat is een van de oudste platanen die we in Rotterdam hebben. Die ook het bombardement heeft overleefd. Dus voor Rotterdam een heel bijzondere boom. Hij heeft de bijnaam gekregen de Breitenbach-plataan. Dus dat is de Zuid-Afrikaanse dichter die ooit een gedicht heeft voorgedragen aan mensen die naar het Poetry Festival kwamen. En zoals je ziet, ook qua vorm wel heel bijzonder als je zo'n heel laag vertakte boom midden in zo'n centrum hebt staan. Nou, een aantal jaar geleden is Boomwacht Nederland met het idee gekomen om die boom te adopteren voor 3 jaar en hem te vertroetelen in die tijd. Rotterdam is al sinds de oprichting van Boomwacht een van de belangrijkste klanten voor ons bedrijf. We werken al ruim 20 jaar voor de gemeente en in 2019 heeft de gemeente Rotterdam meegedaan aan de challenge van Boomwacht voor een adoptieproject en hebben deze glansrijk gewonnen met deze mooie Breitenbach plataan. Voor bijzondere bomen vragen we ook soms even net een beetje extra aandacht, net een beetje extra tijd, energie. En dat doen we in zo'n adoptieproject. We hebben bij deze boom als eerste groeiplaatsonderzoek uitgevoerd, bodemonderzoeken gedaan en daar zijn een aantal maatregelen uitgekomen die we ook vervolgens hebben uitgevoerd. Als eerste hebben we de boom rondom laten snoeien door de eigen dienst van de gemeente. De eigen bomenzorgers hebben die boom heel voorzichtig wat dode takken uitgehaald en rondom een klein beetje gesnoeid, zodat er wat meer licht in de kroon komt. Er zitten allerlei verankeringen in, die hebben we her en der vervangen en ook verstevigd. Toen is de hele grond na een onderzoek van Boomwacht is beoordeeld wat er nou was. En toen is er 10 tot 15 centimeter grond opgegaan. Vervolgens hebben we ook de zoden, de toplaag, de graszoden eraf gehaald en we hebben dat vervangen door een strooisellaag die langzaam maar zeker de voedingsstoffen afgeeft en zorgt dat er nieuwe voedingsstoffen voor de boom beschikbaar komen. En we hebben wormen uitgezet die nu op dit moment ook al hard aan het werk zijn om de bodemstructuur onder de grond te verbeteren. Of het echt een impact heeft gehad, dat moeten we nog afwachten, hè? Want een boom reageert altijd wat langzamer dan dat wij naar een kuuroord gaan. Dat voelen we gelijk ons lekker. Zo'n boom die heeft wat langer de tijd nodig om te herstellen. En dat zullen we vermoedelijk al van de zomer zien, dat hij weer voller in blad staat, grote blad gaat vormen. En we kunnen natuurlijk ook gaan kijken wat in de grond gebeurt, wat die wormen nou eenmaal doen en of daar nieuwe wortels worden gevormd. Ik vind het uniek dat midden in zo'n singel er ruimte is gemaakt voor zo'n bijzondere boom. Als je dicht bij die boom kijkt, dan zie je ook dat de tand destijds echt zichtbaar is. En ik vind het geweldig mooi om in zo'n moderne stad zo'n mooie oude boom tegen te komen. Nou, hoe langer die blijft staan, hoe meer die bij mensen gaat leven. En dat is natuurlijk wat we willen. Bomen onder de aandacht brengen, hoe belangrijk ze voor de stad zijn. Ook al zien ze er heel lelijk uit. Misschien dat jij zegt van het zijn heel lelijk, maar ja, ik vind hem echt interessant om die reden allemaal. Een mooi breed, laag vertakt, daar zitten gaten in, er zitten ankers in. Er is van alles aan gedaan om die boom overeind te houden. En we zullen deze boom zeker de komende jaren ook nog in de gaten houden. Kijken of alle maatregelen ook aansluiten.